Jimmy Vaas en Estelle Cruijff werden gisterenavond gesignaleerd bij het concert van Chris Brown in de Ziggo Dome, maar volgens andere bezoekers hadden de twee diva's duidelijk op een voorkeursbehandeling gerekend en zouden ze zich behoorlijk misdragen hebben. Zo vonden ze dat ze niet in de rij hoefden te staan en ook gingen ze op de plek zitten van andere bezoekers. Een bezoeker vertelt het volgende aan een JUICE-kanaal: ze wilden via de rolstoel ingang naar binnen gaan. Maar daar werden ze met dezelfde noodgang weer teruggestuurd om in de normale rij te gaan staan. Maar ook in de normale rij vonden de dames het nodig om nogmaals te proberen om voor te dringen, vertelt een andere bezoeker. Ze wilden absoluut niet in de rij wachten. Ze liepen van vooraan naar achteraan in de rij, waarschijnlijk omdat ze teruggestuurd werden. Stel je voor dat je moet wachten. Toen ze dan uiteindelijk binnen waren, hadden ze ook niet de plekken gekregen waar ze op hadden gehoopt. Ze gingen op allemaal verkeerde plekken zitten om betere plekken te kunnen krijgen, vertelt iemand die een plaats achter Jamie en Estelle zat. Volgens deze bezoeker bleven de dames volhouden dat het hun plaatsen waren, maar werden ze uiteindelijk dan toch weggestuurd door de aanwezige beveiliging. Omdat de andere mensen hadden aangegeven dat iemand op hun plek zat, vertelt de bezoeker. Ze werden weggestuurd en gingen op een rij daarvoor zitten. Uiteindelijk gingen ze daar ook weg en zaten ze een hele hoop rijen achter ons.